mogelijkheid tot ik het grijp en mijn dromen bekijk. Ik neem de tijd, van haast komt spijt. Wie te vroeg op zijn bestemming is, is niet goed voorbereid. Want als ik voor me kijk, zie ik mogelijkheid tot ik het grijp en mijn dromen bekijk. Vroeger zeiden ze, Abel, je denkt te veel na. Misschien is het wijs als je soms stilstaat. Je maakt je te veel kwaad. En echter is te veel dat je raakt, te veel waardoor je slecht slaapt. Inderdaad, soms sla ik de plank naast. Maar ik heb geleerd, dus ik doe niet meer aan haast. Althans, dat probeer ik zo goed en zo kwaad als het gaat. En ik heb nog een lange weg te gaan. Ik begon onderaan, klom rustig aan naar boven. Klaar voor die ontdekking, oren en ogen open. Saltoend over rotskloven en eenmaal boven. Ah, oh, wat een dis, ik ben voorgelogen. Het mysterie werd alleen maar groter. Dus daar op die rotspunt is dit wat ik heb besloten. Stilstaan is dodelijk en haast overbodig. Dus ik heb er de tijd voor genomen. Ik neem de tijd. Ja, van haast komt spijt. Als je wat ik bedoel begrijpt. Zoals de man Pete Rock het zei. Ik neem de tijd. Ik neem de tijd. En het is maar net hoe je het bekijkt, vreemd genoeg. Helaas is ook dit niet op te delen in slecht of goed. Ik ben nog steeds ermee bezig en ben nog wel even zoet. Ik laat het leven voor zich spreken. Zoek het niet in een boek, dus wees voor mij niet bedroefd. Wees gegroet. Steek al mijn mensen naar hartelijke box toe. Als ik ze opzoek, weten ze dit zonder uit te spreken. Stilstaan is dodelijk, maar de tijd voor je mensen moet je nemen.